Deze week is de week tegen de eenzaamheid. En het is heel belangrijk dat wij in Nederweert daar ook aandacht voor hebben. Want eenzaamheid komt voor bij jong en bij oud. En ik ben vandaag ben ik bij een activiteit van de Scouting Nederweert. U ziet het hier achter me. Het is heel belangrijk om ook voor jongeren aandacht te hebben die zich eenzaam voelen. Want dat vergeten we wel eens, dat dat ook een problematiek is die speelt. En ook voor oudere mensen natuurlijk. Mensen die alleen thuis zitten. Wij kunnen het verschil maken door te durven die mensen te vragen om met ons mee te gaan naar een activiteit. Het is vaak zo eenvoudig om het verschil te kunnen maken voor een ander. Dus ik nodig u allemaal uit, ik nodig ons allemaal uit om dat te doen. Durf het verschil te maken voor die ander. Bij Scouting nodigen we iedereen uit om zoveel mogelijk mee te spelen. Door vooral samen te spelen en dat vooral bij de jonge kinderen al te leren hoe je samen speelt, voorkom je ook op latere leeftijd dat er eenzaamheid zal ontstaan. Dat is tenminste onze filosofie als we kijken naar een stukje samen spelen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die kans krijgt, dus nodigen we ook iedereen uit om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze bijeenkomsten. Meld je rustig aan. Ik ben mijn eerste keer en ik vind de en ik maak nou wat vriendjes en dat vind ik fijn. Ik vind het leuk om op skating en op het skatingkamp. Dat vind ik altijd heel leuk en het is ook heel gezellig en we spelen heel vaak met elkaar. Het is ook heel leuk om marshmallows te roosteren, heel soms. En om mozaïek te doen. Ja, gezellig. We kunnen kaarten, we kunnen... De middag is om. De middag is om. Ja. Mijn moeder moet het eigenlijk zelf doen, hè? Ja. Zelf doen. De burgemeester en ik vinden het heel fijn dat we bij jullie zijn om vanmiddag met jullie een hapje te eten. Maar waar het natuurlijk vooral om gaat, is dat we met elkaar in verbinding zijn. En dan is het toch hartstikke chic dat hier in Ospel zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging om samen te komen lunchen. En dat ook nog in de week tegen eenzaamheid. Ik hou jullie niet langer van het eten. Smakelijk eten ook namens mij. Heel veel plezier en maak het vooral gezellig. Hallo, ik ben Afar. Ik kom uit Syrië. Ik ben de
de blaas wordt, het is heel goed, het is heel rustig, heel gezellige mensen, met boeren, contact altijd. Ik kom elke woensdag naar de taalcafé en bibliotheek van Nederweer. Met andere mensen, Syrische mensen, ook Iraakse mensen, ook andere nationaliteiten. Praten samen, lezen en schrijven en spelen samen ook. Ik maak altijd zelf pudding, cookies, eten samen. Ik ben daar heel gezellig. En ik ben Fatima en ik ben hier al 7 jaar geleden. Ik heb 2 kinderen zit op boodschap school. En de kleinste zit in boeterspeelzaal in de Bangar school. Ik vind het gezellig.